Vanaf 2020 is er een schrikbarende toename van civiele vorderingen tegen de staat en hoge dwangsommen die opgelegd worden bij niet uitgevoerde vonnissen te merken. Waarnemend procureur-generaal Garcia Paraxin dringt erop aan om vonnissen uit te voeren zodat er geen dwangsommen hoeven te worden opgelegd. Sinds 2020 zijn er 768 civiele vorderingen geregistreerd. Paraxin zegt dat veel vorderingen voorkomen hadden kunnen worden als de betrokken partijen met elkaar hadden onderhandeld. Het uitbetalen van dwangsommen moet tot het verleden behoren, stelde waarnemend PG. De EBS benadrukt in een persbericht dat het hamsteren van gascilinders onnodig is. De rush die is ontstaan veroorzaakt niet alleen lange rijen, maar zorgt er ook voor dat wederverkopers eerder door hun voorraad heen zijn. Hierdoor trekken klanten naar de fabriek om hun gasfles te vullen, echter vindt er geen individuele gasverkoop plaats. Organen drukken de samenleving op het hart dat er voldoende gas in voorraad is en dat levering aan de verschillende verkooppunten dagelijks plaatsvindt. De wegstrekking vanaf Zanderij richting West-Suriname is vanaf afgelopen maandag gesloten voor het verkeer boven de 4 ton. Het districtscommissariaat van Para roept in dat kader alle weggebruikers met een laadvermogen boven 4 ton op om hiermee rekening te houden. Deze wegstrekking is tot nader orde afgesloten omdat de weg zich vanwege de aanhoudende regens in deplorabele staat bevindt.